We sloten af steeds al het speelgoed, dat moeten we nou doen. Mario die gaat ze letten, hij geeft hem van cartoon. Hallo kijkers van Jones, kijk naar vandaag de nieuwe aflevering van Mario vs. Donkey Kong. De vorige aflevering hebben we heel veel tijd besteed aan dit level. Toen waren we eindelijk langs het eerste stukje, wat echt een kutstuk is overigens. En toen hadden we nog maar één leven, toen gingen we eigenlijk direct dood. Dus dat was echt een feest. We gaan het gewoon nog een keer proberen. We weten in ieder geval die moet nu alleen nog een keer uitvoeren, want het laatste gedeeld is erg pittig en daar had ik volgens mij net gehaald met meer geluk dan wijsheid. Dit stukje hebben we in ieder geval een soort van onder controle. Oké, nu begint het moeilijke gedeelte. Dit is veilig om te doen. Oké, we hebben nu in één keer. Dat is al heel positief. Oké, we hebben dit overleefd. Dat was niet wat ik wou eigenlijk. Oké. Oh, ook nog stroom. Nice, gehaald. Gewoon in één keer nu, hè? Holy shit. Ik ben trots op mezelf. Dit gaat wel in de boeken als een van de moeilijkste levels. Oké, babams. Moeten we dingen weer kapot gooien, zeker? Wat dat is nou lekker met levels met babams. Een cadeautje. Ik ben niet geheel ontevreden over hoe dit ging.
Oh, oops. Ik was te snel, damn it. Rood, blauw, geel. Rood, blauw, geel. Oké, we zijn er voorbij. Boom. Tyfus. Geel, rood, blauw, geel, rood, blauw, geel, rood, blauw. Oké. Boom. Rood. Blauw. Geel. Bom. Geel. Rood. Blauw. Geel. Rood. Blauw. Kut, je gaat helemaal verkeerd. Game over, nee, dan moet ik dat hele stuk opnieuw doen. Nu. Here we go. Here we go. Oh, nice. Zo zonde van je leven als dit soort gescheid gebeuren. Als de hitbox opeens verandert. Leuk. We houden van veranderende hitboxen. Okay. Kom maar op. Dat ging bijna fout.
Hitboxen. Dan heb ik straks weer maar 2 levens over. Maar ik ga wel gewoon 2 keer dood. Heb ik in ieder geval 5 levens. Jullie horen autogeluiden op de achtergrond. Oh, fuck. Weer een kutsprong. Oh, leuk. Oh, ik haat deze game zo erg. Here we go. Okay. Oeh, dat ging weer bijna fout, hè? Oké. 6 levens voor het tweede gedeelte. Geel. Moet 2 keer, kut. Oeh, dat ging bijna helemaal fout. Oké, dit is goed. Oh, dit is een moeilijk stukje. Oké. Rood, blauw, geel, rood. Blauw, geel, rood. Rood, blauw, geel, rood. Ah, ik moest kut, ik moet een bom meenemen. Rood. Geel. Dit is niet goed. Ha!
Rood. Oké, dit was goed. Nu heb ik hem toch. Oh nee, kut. Yeah. Nu heb ik hem. Oké, nice, nice. Nu komen de 5 Mario's en de DK. Hé, maar eerst even wat leventjes sparen, lijkt me een goed idee. Nee, dat wordt hem niet. Kut. Nou, wel 9 levens, dus dat is mooi. Oké, Mario's verzamelen voor DK. Oké, nu staan ze even veilig. Ja, wat? Dit wordt zo kut. Oké, ze kunnen daar op zich wel veilig staan. Relatief. Oké. Ja, we komen eraan. Ja, ik ben onderweg, jongens. Kijk. Zo heel moeilijk was hij gelukkig niet. Top. Oh, wacht. Iets vergeten. Momentje.
Kut, ik moet hem opnieuw doen. Je hebt wel weinig tijd, of niet, voor deze 90 seconden of zo? Oh, 120 toch? Oké. Okay. Ja, hou je bek. Oh, dit is zo moeilijk, want je kan die ton alleen maar gooien op het moment dat je dat daar die rood nog niet geactiveerd is. Oh, dat moet ik even doen zonder dat die beesten in de buurt zijn. Kijk, dit is top. Ja, hou je bek. Kom maar, beesten. Lekker. Ja. Oh, dan ben ik alle Mario kwijt. Ja. Rood. Blauw. Kijk. Dat is één. Dat is twee. Oké, deze was heel makkelijk. Easy winning. Nee, niet wegrennen. We zijn gewoon klaar nou. Twilight City cleared. Like a ring. Nou. Een filmpje. Donkey Kong is boos.
Wacht, nu heeft hij Toads gejat? Wacht, wat? Oeh, is dit de final boss waar we allemaal op hebben gewacht? Dat zien we de volgende keer. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Adios, amigos.